Goedemiddag, we staan hier in Noordwijkerhout, om precies te zijn op de Hofzichtlaan. En ik laat maar gelijk even het huis zien waar het om gaat, de Hofzichtlaan nummer 6. Een erg groot huis, maar wat ik vooral erg leuk vind, je hoort om mij heen al vogeltjes fluiten, maar het is eigenlijk een heel klein soort hofje waar een aantal woningen in staan. Maar ik zeg altijd eigenlijk, als je hier niet hoeft te zijn, nou, dan weet je het ook niet te vinden ook. Dus ja, gewoon heerlijk rustig wonen, veel privacy, veel groen, wat ook lekker is. En nou, ik wil u eigenlijk even mee naar binnen nemen. Het is een huis met ontzettend veel ruimte, met meerdere buitenruimtes, een dakterras, een balkonnetje en een heel mooi aangelegde tuin. En aan de achterkant zit je helemaal vrij, want je zit grenst aan de tuin van de kerk. Dus ja, echt een heerlijk huis, goed onderhouden. En nou, als u even meeloopt, dan gaan we eens even binnenkijken. Het is een prachtige dag vandaag, dus 29 graden. Nou, we gaan hier naar binnen. Je begint hier eigenlijk met een garderobe en een toilet. Dus dat ja, is gewoon lekkere ruimte, afgesloten met een deur. En dan kom je in de woonruimte gelijk terecht. Open haard. Het is hier achter mij is een verhoogd gedeelte naar de keuken. Even kijken of ik de treden kan laten zien. Moet je wel even oppassen, maar daar kan je dus naar boven naar de keuken toe. En ja, allemaal licht afgewerkt, moderne keuken. Aan de voorkant kijk je dus ook rustig uit op de straat. Er gebeurt eigenlijk niks. En we gaan hier even naar de tuin. Daar staan... dit is echt... hele besloten mooie tuin, erg zonnig. En ja, nogmaals, je zit hier achter, ik kan het hier net niet zien, maar je zit echt ver van de bebouwing, dus je zit echt lekker vrij. Hier achter mij zit je tafel. We gaan hier een trappetje af, de tuin in. Nou, en eigenlijk wil ik je dit even laten zien, een mooie vijverpartij. En een zitje nog achter in de hoek. Zegt u nou, ik ben op zoek naar een huis met heel veel ruimte, veel slaapkamers, twee badkamers, een heel souterrain eronder, een garage. Ja, dan is dit een fantastisch huis. Wat ik al zei, meerdere buitenruimtes dus, en vooral heel erg rustig gelegen. Maar het ligt relatief dicht bij het centrum van Noordwijkerhout en dicht bij de uitvalswegen. Dus nou ja, eigenlijk meer kan je niet wensen. Zegt u, ik wil het van binnen zien, maak een afspraak en nou, dan gaan we samen er even doorheen. Ik hoop u snel te zien. Tot ziens. Daag.